moeten er meer jonge mensen in de politiek? Ja. En waarom? Nou, omdat Nederland aan het verouderen is, is het goed dat er meer jongeren in de politiek komen, vind ik. Ja, ik vind van wel. Ik ben met de krant bezig. Geen stem. Ja, die heb ik. Maar, heel mijn leven al dat ding, maar... Leukste krant van de regio, toch? Leukste krant van de regio, maar... Zult u kennen, vraag ze maar. Wat wilt u vragen, mevrouw? Nou, vind je dat er meer jonge mensen in de politiek moeten? Ja, ik denk dat het wel goed is als er ook wat meer jeugdigheid in de politiek zou zitten. Wacht even hoor. Dat is wel waar, mevrouw, daar ben ik het wel met u eens. Ja? Ja. En u? Meer jonge mensen in de politiek? Nee, nog niet. Nog niet. Nee, een frisse visie op allerlei dingen. Ja, vind ik wel. En die mist u soms een beetje nu? Ja. Om nou te zeggen, ik mis ze heel erg, dat niet. Maar omdat u het nou zo vraagt, dan denk ik, ja, die mis ik wel, ja. Ja. Vind je dat er meer jonge mensen in de politiek moeten? Ja. 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 Want? Waarom? Wij zijn de jeugd van tegenwoordig. Ja. Wij moeten ook... toekomst hebben. Wij zijn de toekomst. Dus als je voor mij zou zeggen, nog meer jonge mensen in de politiek moeten, misschien om meer andere jonge mensen te trekken, zeg, joh, misschien wel, ja. Maar waarom zegt u nee? Nou, ik vind het helemaal niet goed. Er moeten deskundigen in zitten en niet de jeugd alleen door mij. Okay. Ik denk dat een mengeling altijd goed is. Ja? Ja, ik denk het wel. Een brede leeftijdsopbouw in de politiek, ja, dat lijkt me goed. Talenten in de raad, talenten in de politiek. Waar gaat het dan om? Waar moet je naar kijken? En wanneer is iemand een talent? Je zou kunnen zeggen dat het om leeftijd gaat. Nou, een leuk kengetalletje in dat kader is dat Breda helemaal niet zo'n gemiddeld jonge raad heeft. In Utrecht, vlak na de raadsverkiezingen, was er de jongste gemeenteraad. Gemiddeld 33 jaar. In Breda is dat 44. Maar voor belang is denk ik... dat je zou moeten kijken naar de rollen van een raadslid. Een raadslid heeft een rol in het debat. Een goede debater kan een talent zijn. Maar een ander talent is als een raadslid de dossiers perfect kent en in de raadzaal daar uiting van geeft. Een belangrijke rol voor een talentvolle politicus is ook, kun je het volk vertegenwoordigen? Ben je aanwezig in de stad? Weten mensen je te vinden? Aanspreekbaar zijn. En slimme contacten leggen buiten... zonder dat je daarmee scoort in de raadzaal, is iets wat steeds meer bij de nieuwe rol van een raadslid hoort. Eigenlijk zouden al die dingen, al die rollen van een talent, gecombineerd moeten worden. En wie bepaalt dan of iemand talentvol is? Is dat een afdelingsbestuur van de politieke partijen? En die afdelingsbesturen, die merken soms wel eens dat bepaalde kandidaten voorkeurstemmen krijgen. Kennelijk hebben ze dan het talent om mensen aan zich te binden. Maar hoe verhoudt zich dat tot hun andere vaardigheden die ze ook moeten hebben? Kortom, best lastig. En bij een talent moet je ook kijken, waar gaat een talent naartoe? Gaat een talent naar Den Haag als het door meerdere mensen gezien wordt? Dan zou je kunnen zeggen, dan is een talent zo weer een regent. Dan ben je het talent weer kwijt. Of zou een talent juist moeten blijven? Maar veel meer die goede politieke rol spelen... ook buiten de gemeenteraad, misschien bij ziekenhuizen of bij corporaties. Al met al is de doorloopsnelheid van de raadsleden de laatste jaren steeds hoger geworden. Je ziet dat in Breda bijvoorbeeld de fractievoorzitters gemiddeld een stuk jonger geworden zijn. En of nou de doorloopsnelheid, die verhoogde doorloopsnelheid goed is voor het ambt van raadslid, dat is nog maar de vraag. Het scheelt de burgemeester een hoop lintjes uitdelen, maar soms wil je ook wel eens wat kennis van hoe het ook alweer was destijds. Dus als ik als raadsgevier en neutrale toeschouwer van het werk van de gemeenteraad hier in Breda een voorzichtig pleidooi zou mogen houden, dan zou ik zeggen, welkom aan alle huidige en toekomstige jonge talenten, maar misschien is het geen eens zo gek om er ook een paar oude talenten bij te hebben. Ja, je hebt nou echt heel veel oude mensen ook in de politiek zitten natuurlijk. En jonge mensen die weten hoe jonge mensen denken uiteraard. Dus dat lijkt me echt een heel stuk beter. Dat er veel meer jonge mensen in de politiek gaan, zodat ze de jongeren meer begrijpen. Wat voor soort types zou dat moeten zijn? Nou, representatief voor wat
de jongeren tegenwoordig zijn. En ik denk dat oudere mensen in de politiek dat misschien niet zo heel goed doorhebben hoe dat het nu werkt. Ik denk dat lokaal heel moeilijk is, omdat heel veel lokaliteiten nog door de gevestigde burgerij een beetje bestuurd worden. Tenminste, dat heb ik wel eens af en toe. We hebben drie erg jonge fractievoorzitters voor D66, VVD en SP. Die zijn echt 25 tot 28, 30 jaar. Dus, maar ze hebben u nog niet bereikt ermee dat ze er zijn. Dat is waar. Nee, blijkbaar niet. Nee. Dus dan maar ja, ervaring wat is ook belangrijk, hè? Ik denk dat ze, als ze er nu op vroege tijd al mee beginnen, dat ze dan meer ervaring opbouwen, sowieso. Ik zit in een jongerenraad. Oh. Maar dat is pas net opgestart, dus we hebben niet zoveel gedaan. De Bredaarse jongerenraad? Nee, Raamsesveer. Ook Raamsesveer heeft ook een jongerenraad, wat goed. Dus wil je de politiek ook in? Ik wil niet verder, nee. Dus alleen om te kijken of ik het leuk vind en of we dingen kunnen voor elkaar kunnen krijgen. Dan heb je bij de gemeenteraad verkiezingen voor jongeren ook. Dat pakt toch wel goed uit. Dat ze meedenken, bijvoorbeeld voor overlast met jongeren, dat daar aan gedacht wordt, dat ze bepaalde ruimtes ontwikkelen. Nou, wat zou dat dan schelen als er jonge mensen van je jullie leven... Hoe meer je ermee bezig gaat houden, bedoel je? Ja. Zou kunnen. Ja? Ja, zou kunnen. En hoe gaan die jongerenverkiezingen dan? Moet ik heel eerlijk zeggen dat ik niet precies weet hoe dat zit, maar dat doen ze door actieve marketing, zoals nu, dat ze de steden intrekken en dan enquêtes afnemen, vragen, zichzelf verkiesbaar stellen. En dan via de middelbare scholen dat de jongeren zich verkiesbaar kunnen stellen en ook kunnen stemmen. Je bent nu meer, als je student bent, ben je meer bezig met je studie en je studentenleven. En er zijn er maar weinig, denk ik, die zeggen, nou, ik laat me daar eens meer in verdiepen. Deze gemeenteraad in Breda kent opvallend veel jonge talenten. Daarvoor spreek ik met Thierry Aartsen, fractievoorzitter net van de VVD in Breda. Opvallend is hoeveel jonge mensen er in de raad zitten in Breda. Is dat landelijk een beeld? Nou, ik weet niet of het landelijk is, maar we zien in Breda wel dat niet alleen bij de VVD, waar we toch een behoorlijk jonge club hebben, maar ook allerlei andere partijen, D66, SP, Partij van de Arbeid, CDA, dat ze toch overal wel... We hebben een hele jonge raad in Breda. Nou, dat maakt het ook erg leuk en daar spreekt het ook misschien ook weer wat jongeren aan om in die raad te gaan zitten. Kunnen we van talenten spreken? Ja, ik weet niet of je van talenten kan spreken. Er wordt altijd jong, automatisch aan talenten gekoppeld. Voor mij heeft iedereen zijn eigen talenten. Maar het is wel een trend in Breda dat de Bredaarse politiek toegankelijk is voor jonge mensen. Maar daarbinnen, dus binnen de raadsleden, hebben we twee hele jonge fractievoorzitters. Want ja, de fractievoorzitter is toch weer een andere leek dan raadslid, of niet? Nou ja, je mag de fractie leiden. Je bent aanvoerder van het team, om maar in voetbaltermen te spreken. En ja, dat is wel leuk om te doen, absoluut. Je zit toch wat dichter op de bal. Dus, Moet je een talent, wat voor talent moet je hebben om fractievoorzitter te zijn? Volgens mij moet je, de kunst van fractievoorzitter is om te zorgen dat je samen met je team het meeste bereikt voor Breda en voor je achterban. Maar ja, je hebt ook andere talenten nodig. Je kunt nog zo goed zijn als politicus met de inhoud en met stukken en met beleid. Maar je moet het uiteindelijk natuurlijk wel gewoon vertellen en goed weten het neer te zetten in die gemeenteraadzaal. Je moet van alles wel een klein beetje verstand hebben als fractievoorzitter. Je moet en iets van financiën weten en iets van sociale zaken weten, iets over zorg en weer over economie. Dus het is heel erg schakelen tussen van allerlei onderwerpen. Maar dat maakt het ook wel heel erg leuk weer de functie. Hoe ben je in de politiek terechtgekomen? Ja, daar rol je een beetje in, Rut. Ik ben in de middelbare school had ik al interesse in de politiek. Eigenlijk in alles wat er in de samenleving aan de hand was. Alles wat er in de maatschappij gebeurde. Daar word je toch in de middelbare school een beetje, heb je daar interesse voor. En uiteindelijk een beetje de politiek gaan volgen. Een beetje gaan kijken naar welke partij hoor ik nou. Dus een beetje gaan rondkijken waar ik me nou het beste thuis bij voelde met mijn standpunten. Nou, toen kwam ik bij mij al logischerwijs bij de VVD uit. En het leuke van Breda was dat we een hele toegankelijke jonge club hadden, de VVD Breda, toen al. Waar je gewoon welkom was en met open armen ontvangen werd. En dat is het gelukkig nog steeds. Dus ik ben daartoe gaan kijken en actief geworden en mee gaan praten en mee gaan doen. En op een gegeven ogenblik heb ik me toen kandidaat gesteld voor de gemeenteraad. In 2010 was dat, met Klaas Dijkhoff. Hoe oud was je toen? Ik was toen 19 toen ik me kandidaat stelde. Ja. En 20 toen ik uiteindelijk in de gemeenteraad kwam. Dat was nog weer tijd dat we als VVD behoorlijk laag in de peilingen stonden. Maar uiteindelijk de winter onder ging Klaas Dijkhoff toen nog als lijsttrekker hadden. Kies Klaas. Kies Klaas, inderdaad. Ja. En uiteindelijk met 9 zetels in de gemeenteraad gekomen. En ik stond op plek 9, dus ik was in 9 gemeenteraad, zit op mijn 20ste.
En nu fractievoorzitter. Ja. Ja, een fractievoorzitter, dat is misschien... want de alle grote dossiers moeten jullie doen, hè, als fractievoorzitters. Dus de begroting, de jaarrekening. Zijn er trainingen dan? Nou, je hebt natuurlijk vanuit je partij wel allerlei trainingen. De politiek is ook wel, dat moet je wel liggen of niet. Je had het net al over talenten. Het is wel een apart vak en je merkt wel dat de ene het leuker vindt dan de andere. Dus ja, je moet wel echt een politiek dier zijn om deze functie te kunnen doen. En wat maakt een politiek dier? Definieer voor mij een politiek dier. Je moet een beetje houden van het debat. Dat hoort er ook bij. Het goed kunnen wegzetten van je standpunten. Ook verschillen tussen partijen weten aan te duiden. En uiteindelijk, dat vind ik zelf ook wel belangrijk, toch proberen iets te bereiken. Deze jonge raad die we nou hebben met de jonge fractievoorzitters. Gaat dat Breda verder helpen? Ja, ik denk het wel. Het is natuurlijk altijd lastig om te zeggen dat de ene leeftijd beter is dan de andere. Dat is niet zo volgens mij. Maar je merkt wel dat doordat we een jonge raad hebben, dat er allerlei nieuwe dingen worden ingebracht. En je merkt dat het argument van ja, dat doen we altijd al zo, dat geen argument meer is. Je moet nu echt, er zitten wel een aantal mensen nu in de raad die zeggen, hey, dit kan anders, dat kan beter. Moeten we dat niet wat vernieuwen? Je hebt het gezien nu bij de coalitieonderhandelingen afgelopen zomer. Dat we met social media gingen werken. Dat we gewoon gezegd hebben, ja, wat we hier bespreken. Ja, normaal ga je 3 weken in een kamer zitten en dan is het allemaal heel erg geheim en doe je allemaal heel geheimzinnig en schimmig over wat daar gebeurt. Dan heb ik gezegd, ja, maar je kunt er heel relaxed over doen. Weet je wel. We kunnen gewoon zeggen waar we over gepraat hebben. En dat zetten we gewoon op Facebook en dan kunnen mensen meelezen. En als ze willen reageren en input leveren, dan wordt het uiteindelijk je verhaal beter van. Wat is je ambitie? Je probeert iets in die stad te maken. En dat kan in dit geval beter in de functie van fractievoorzitter, denk ik. Maar er zijn misschien, komt er wel eens een moment dat je iets erdoor moet, van zo gaan we het doen. hoe ga je dat doen? Nou, ik ga niet proberen iets doorheen te drukken. Uiteindelijk is de fractie hetgene wat bepaalt. Die hebben mij gevraagd, kun jij als vooruitgeschoven post namens ons wat dingen doen? Dat doe ik heel graag, maar uiteindelijk gaat het om de fractie. Want die zijn gekozen door de mensen in de stad. En die bepalen uiteindelijk wat er gebeurt in Breda. Er zitten ook misschien wat oudere mensen. Hoe vonden die dat? Hoe vinden die dat nou dat ze aangestuurd worden? Of aangestuurd, geleid. Ja, het is toch, je leidt toch zo'n fractie. Door een jonge hond. Jong zijn is leuk, maar het nadeel van jong zijn, dat is het enige nadeel, is dat je nog niet heel veel ervaring algemeen hebt kunnen opdoen. Nou, daar moet je dan gebruik van maken van mensen binnen en buiten de partijen die heel veel verstand ergens van hebben. Nou, zo'n groepje mensen zoek je natuurlijk om je heen. Ja, ja. En is er samenwerking met de andere jonge fractie voor? Ja, het zijn... Bas Maas is al boven de 30, hè? Dus dat is een beetje de tweedeling bij ons in de coalitie. Je hebt de 30-plussers en de 30-minners. Ja, Bas Maas is alweer... Die hoort niet meer bij de jonge garde. Maar goed, Tim van 't Hof, D66... Voelen jullie je extra verbonden met elkaar? Of maakt dat niet zoveel uit dan? Nou, uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om de inhoud. Maar het is wel, je hebt binnen de politiek altijd mensen, ongeacht wat de leeftijd is, waarmee het wat beter klikt dan met de anderen. En ik merk wel nu met de fractievoorzitters, alle drie, dat het wel een hecht team is. Die het best gezellig kunnen hebben met elkaar. Dus dat is altijd de goede basis voor samenwerking. Ja, ja, ja. En wat moet een jong talent kunnen om een jong talent in de politiek te zijn? Een beetje brutaal, een beetje durven. Sowieso een mening durven uiten en een stem zijn voor alle jongeren in Nederland. Nou, in ieder geval goed met mensen kunnen communiceren, goed kunnen gaan praten en ondervinden wat er nou echt aan de hand is. Misschien de straat op of clubs oprichten dat mensen daar hun dingen kwijt kunnen. Ah ja, wat gewoon mensen in de politiek voor talent moeten hebben. Mensen moeten gewoon overtuigend zijn, moeten een type leider zijn. Ik denk wat misschien wel gewoon een voordeel zou zijn als je met jonge mensen in de politiek zou hebben, is als je gewoon mensen die, zoals ik, ook wat meer zou aanspreken, weet je wel. Nou, dat zou gewoon wel kunnen. Zelf vind ik het heeft een beetje een oudbollig imago en zo allemaal ook. Volgens mij moet iemand van onze generatie in de politiek komen, zodat hij ons ook begrijpt. Maar, Jongeren die leven natuurlijk, die groeien op in een andere periode dan de wat oudere mensen die nu op dit moment in de Tweede Kamer zitten. Dus ik denk dat die een hele andere kijk hebben op de situatie. Ik lees zelf geen krant, ben niet zo heel erg op de hoogte van het actuele nieuws, maar hoe ik dat vind, ja goed. Op het moment is het zo als je gewoon kijkt hoe het nou gaat met Europa en dergelijke. Ja, volgens mij, ik krijg wel eens mee, maar niet heel bij zo goed volgens mij. Of dat gerelateerd is met mensen en jongeren en de politiek. Nee, daar hou ik niet bij. Veel te moeilijk allemaal.
Te moeilijk? Ja. Ik vind het allemaal een beetje oud-Nederlands wat er wordt gepraat. Dus om het meer verstaanbaar te krijgen, gooi er een beetje wat jongs in. Rappers of zo, als die in de politiek zou gaan, zou je dan gaan kijken? Rappers moeten lekker blijven rappen. Niet de politiek in gaan. Nou, als zeg maar een popartiest of een rapper of een DJ ook in de politiek zou gaan, zou dat schelen? Ik denk dat het voor de jeugd wel zou schelen. Ik denk dat het voor mij niet echt heel veel uit zou maken. Maar ik denk al zou het over algemeen veel meer jeugdigheid in de politiek zitten, tot het wel me meer aan zal spreken dan een beetje dat oude volk wat er nou een beetje zit. Ik spreek nu met Tim van 't Hof, fractievoorzitter D66. Wat opvallend is aan de Raad van Breda is dat we zoveel jonge mensen hebben in de gemeenteraad, maar daarvan ook drie hele jonge fractievoorzitters. Kan je zeggen dat we te maken hebben met jonge talenten? Nou ja, als ik zal dan niet over mezelf spreken, maar als ik naar Thierry en Bas kijk, dan vind ik dat jonge talenten. Als ik naar mezelf kijk, dan vindt mijn fractie mij een jong talent. En dus hebben we volgens mij wel te maken met jonge talenten die even wat verfrissing en vernieuwing in de Bredase Raad komen brengen. Oké, en dat is wel een rijkdom dan voor onze stad die we moeten benutten. Ik denk dat het heel goed is dat we gewoon eens over dingen nadenken om ze anders en beter te doen en iets meer met de tijd mee te gaan, om het zo maar te zeggen. Nou. Ja, want dus jij bent fractievoorzitter D66, Thierry VVD, Bas Maas SP. Het zijn wel allemaal mannen, bedenk ik me nu. Ja, gelukkig hebben we ook steeds meer vrouwen erbij. Ja. Maar een beetje jonge vrouwen in de politieke top, misschien wat fractievoorzitters, dat zou wel wenselijk zijn. Dus jong talenten, zijn er programma's voor jong talenten om opgeleid te worden? Doet D66 daar iets mee? Ja, D66 heeft landelijk hebben we verschillende klasjes, om het zo maar te zeggen. Daarnaast hebben we in de regio is er nu een initiatief om raadsleden te trainen. En daarnaast kan je binnen je partij van allerlei workshops en dergelijke volgen. Maar ook hier in Breda heeft de gemeenteraad een budget waarmee je opleidingen kan doen. Daar heb ik nog geen gebruik van gemaakt, want eigenlijk binnen de partij, binnen D66, krijg je genoeg legio mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. En heb je zo met Bas Maas en Thierry Aartsen, heb je nog een apart clubje van, hoe is het toch als jonge honden in de raad? Ja, daar spreek je natuurlijk wel met elkaar over. En je wisselt gewoon kennis en ervaring uit. Want bijvoorbeeld een aantal dingen, bijvoorbeeld hoe ga je om met je fractie in een coalitie? Dat is natuurlijk ervaring die Bas Maas het afgelopen anderhalf jaar wel heeft opgedaan en die voor mij en Thierry nu nieuw is. Dus Thierry en ik kunnen dan wel wat van Bas Maas leren en zo wissel je dat met elkaar uit. Ja, wat voor talenten moet een jong talent in de politiek hebben? Nou, volgens mij, welke talenten moet je hebben? Ja, ik vind het een... volgens mij moet je ten eerste volgens mij moet je gewoon stressbestendig zijn, dat ten eerste. Ten tweede, je moet echt jezelf blijven. En ik denk, het verschil wat jongeren kunnen maken, is dat jongeren veel meer begrijpelijke taal spreken en wat minder in het vakjargon en vaktaal blijven praten en blijven hangen. En daarnaast, je moet debatvaardig zijn, je moet ook goed contact kunnen maken met andere mensen. Je moet dat is een tal van. Ja, je moet gewoon kennis en ervaring. Gewoon ja, toch ook wel slimmigheid? Ja, je moet slim zijn, strategisch. Hè. Je moet, wat ik net ook zei, van je moet op die meerdere borden tegelijkertijd kunnen schakelen. Je moet ook een politieke radar hebben, om het zo maar te zeggen. Je moet ook aanvoelen welke onderwerpen zijn nou van belang voor de stad. Welke zijn nou bijvoorbeeld liggen intern hier in de gemeenteraad, voelt heel gevoelig. Er zijn partijen die bijvoorbeeld een aantal onderwerpen hebben die ze heel belangrijk vinden. En daar kan je heel makkelijk overheen gaan soms. Maar daarmee, dit zijn ook 39 mensen waarmee je in de raad zit. En je moet het wel met elkaar doen. Dus ik vind ook dat je oog moet hebben voor elkaar in die raad. En dat ook dat politieke radertje kan daar wel eens bij helpen om even ook na te denken van hoe valt dat bij de anderen, aan de andere kant. En kan je dan goed je ook verplaatsen in de oudere grijze mannen? Ja,
zeker. Nou, dat is ook nodig. Kijk, wat ik net al zei, van, je bent jong, je bent ambitieus. En dan is fractievoorzitter zijn een hele uitdaging. Maar ik zou dat ook niet kunnen zonder de oude grijze mannen en dames in mijn fractie. Wat nou heb je natuurlijk een... je was fractievoorzitter voor de zomer al, hè? Voor de zomer in dus je juni. Hebt de zomerse crisis je fractie door doorheen moeten loodsen. Ging dat goed? Ja, dat ging goed. Voor mijzelf was het natuurlijk ook wennen. Ik was eigenlijk net een maand fractievoorzitter en dan val je eigenlijk met de neus in de boter door de val van de coalitie. En dan moet je in één keer aan de bak. Gelukkig had ik bijvoorbeeld Paul de Beer naast me zitten, die natuurlijk al jaren ervaring had als fractievoorzitter, die ook het wist hoe dergelijke processen in elkaar zaten. En die heeft me ook de ruimte gegeven om mezelf te ontwikkelen. Er zit nu een grotere groep jonge mensen in de gemeenteraad, maar hebben die dus ook daardoor gezorgd dat er steeds meer jonge mensen geïnteresseerd raken in de politiek, denk je? Ik kan het voor heel Breda kan ik dat niet zeggen. Ik weet wel in mijn eigen omgeving dat, dat heel veel vrienden en dergelijke wel allemaal wat meer geïnteresseerd zijn in politiek. Nee, het is niet een streven om jongeren in de politiek te hebben. Het moet ook geen streven zijn om per se vrouwen volgens mij in de politiek te hebben. Volgens mij moet het een streven zijn om als politiek een goede afspiegeling te zijn van hetgene wat je vertegenwoordigt, namelijk de Bredaanse samenleving. Daar zitten jongeren en vrouwen in. En ook ouderen en ook mannen. Dus ja, je moet echt zoeken naar die balans. En die balans is wel is ook heel goed om met elkaar daar, er komt ook in ieder geval debatten ten goede. Wat is je ambitie op lange termijn? Wat ik nu gewoon ontzettend leuk vind, is hier in Breda bezig zijn. Ja, maar long-term landelijke politiek ooit, denk je? Nee, ik word daar zelf op dit moment nog niet heel erg warm van. Ik vind het veel leuker om dicht bij de bewoners te staan en daar dichtbij mee bezig te zijn. En dat vind ik leuker dan op landelijke politiek, maar misschien ooit als het... Of wethouderschap? Nou, dat misschien nog eerder dan landelijke politiek. Als je me echt vraagt van waar word je nou warm van, waar ligt je ambitie, dan zou ik misschien nog eerder wethouder willen worden. Al vind ik dat nog ook veel te vroeg om daar te over hebben. En zal het er echt aan de kiezer afhangen van goh, wil je dat Tim nog terugkomt of niet, vind ik. Maar ja, als dat zo ooit mag zijn, dan liever wethouder dan de landelijke Tweede Kamer. Dat is goed. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Ken je jonge mensen in de politiek? Nee, persoonlijk niet. Maar hoe zou ze nou kunnen zorgen dat jij het wel gaat lezen en bijhoudt? Ja, als ze ons meer benaderen. Ja, ik denk dat ze sowieso ook wel een aanspreekpunt moeten zijn voor veel jongeren. Een persoon waar veel jongeren tegenop kijken. En dat is op dit moment zijn dat mensen die bijvoorbeeld in de social media heel erg goed doen. Dus dat is misschien een ideetje. Ah. Maar ken je mensen in de gemeenteraad daar die jong zijn? Helemaal niemand. Nee. Nou, ze staan wel eens in de krant. Nou ja, zou ik misschien eens moeten lezen dan, hè? Bij in de stem. Ja, u weet inderdaad, ja. Hou je het een beetje bij, de politiek? Nee. Ik ben heel erg iemand die alles wel van het journaal af hoort. Maar politiek hou ik me nooit zo heel erg mee bezig. Nee, en het is wel slecht, want dat zou ook wel veel meer moeten. Ja, maar er is iets waarom het jou niet aanspreekt. Ja, ik zie het echt als bijna elk andere jongen en dat is het oude lullige praat. En ja, ook gaat het over de toekomst van het land. En weet je, wij als Nederlandse jongeren zijn de toekomst. Vind ik dat het sowieso wel wat aantrekkelijker gemaakt mag worden. Door inderdaad misschien jongeren in de Tweede Kamer te zetten. Oké, maar jij gaat er in ieder geval wel stevig tegenaan in Raamsdonkveer dan. Dankjewel.